Goedemiddag. Snelweg, dan slaat het helemaal toe. En dat ben ik ook ontzettend aan het mijden. En, waardoor het nog erger wordt? Nou, af en toe ga ik er weer een stukje rijden. En tot een bepaalde tijd gaat het goed, maar er komt een moment dat dat overslaat in een soort ontzettende angst, waar ik niet meer die afstand kan nemen en niet meer kan zien dat dat lichaam dat overkomt, maar dat ik op dat moment heb mijzelf dus vereenzelvigd met die figuur. En dan ben ik het helemaal kwijt. Dus als je dan denkt aan die overgave, ja, hoe zit dat dan? Hoe kan je op zo'n moment... Niet. Dan staan, dat is wat ik noem, dan staan de meters in het rood. En dan is het op zo'n moment het verstandigste precies wat je doet. In andere settings, dus bijvoorbeeld thuis, kan je gewoon je voorstellen dat je aan het autorijden bent en dan kan je al spanning voelen. Ja. Nou, die kun je leren aankijken en doorvoelen, waardoor het zou kunnen afnemen. Dus het is in het algemeen zo, ik geloof dat ik dat gisteren al zei, als de meters in het rood slaan, of we hebben werkelijke paniek, dan kan je alleen het ritje uitzingen of uit de situatie gaan. Dus het is altijd handiger om te experimenteren met dingen die wel enige intensiteit hebben, maar niet te. Nou, als we die leren verteren, en op een gegeven moment dan worden we beter in het doorvoelen en aankijken enzovoorts. En maken we die reservoirs wat leeg. En verder kunnen we nog kijken van, oké, dat die hele thematiek van je verplaatsen. En de thematiek van controle, dat kan al een issue op zich zijn. Dus bij de een meer dan bij de ander. Dus het is mogelijk om daarmee te spelen en te kijken wat er gebeurt. Ja, maar niet zozeer dat moment op te gaan zoeken. Ja, dat zou je kunnen doen, maar sowieso niet met die kinderen erbij. Nee. En misschien op momenten dat het niet zo druk is, om gewoon te kijken wat er gebeurt als een experiment dat kan. Maar ik zou sowieso niet snel de route opgaan van dan maar steeds meer iets vermijden, of het nou dit is of een ander ding, want daarmee train je alleen maar de angstsequentie. Dat doen we al veel te veel. Ik ga dingen maar niet zeggen, want dan blijf ik safe. Of ik ga maar niet dit of dat doen, want dan is het safe. Dan creëren we gewoon een soort vermijdingsgedrag en een zwakte. Dat is jammer. Ja, autorijden is best leuk. Nee, maar... Tenminste, ik vind niks aan. Het hoeft geen probleem te zijn. Nee, dat kan ik me heel lang bedenken. En dat... Maar, ja. Daar is. Ja, maar daarom zeg ik van, probeer het je gewoon voor te stellen of ga een klein stukje rijden, gewoon in je eentje, om te experimenteren. En op het moment dat het een soort middenintensiteit heeft, dan kun je die auto even stoppen en oké, kijken of ik het kan doorvoelen en zien of daar nog andere associaties bij zitten. Weet je wel, gewoon er interesse in te krijgen. Maar niet aanvaarden van, ik vind het steeds lastiger en... Op een gegeven moment blijf ik maar thuis. Ja? Maar ik wil het even verder hebben over afwijzing, waar jij het gisteren over had. Maar eigenlijk kan je alleen maar afgewezen voelen door de ander. Als je iets van de ander wil. Denk te kunnen krijgen, wel of niet te kunnen krijgen. Ja. Want ik vind het altijd heel moeilijk als iemand mij iets zegt wat ik heb gedaan, bijvoorbeeld ik heb iets fout gedaan of iets niet goed. Maar ik wandel nu met een hond en die baas is heel gek met die hond. En ik doe gewoon mijn eigen ding met die hond. En ik merk dan wel onder stiekem, straks wil ze niet meer dat die hond naar mij toe komt.
Ik ben bang dat ik word afgewezen of dat ik iets niet goed doe, omdat ik een belang erin heb. Ja, ja. Maar als ik dat belang niet meer heb, denk ik dat er geen afwijzing meer kan plaatsen. Ja, nou, er is nog één dingetje voor nodig. De afwezigheid van het gevoel iemand te zijn. Want daar is de wortel. Er moet eerst het idee zijn, ik ben dit of dat, voordat je überhaupt belangen kan hebben. En de pest is dat zodra het idee postvat, ik ben dit of dat, of ik ben iets, dan zijn belangen automatisch. Want dat iets wat we denken te zijn, moet in stand gehouden worden en beschermd en gevoed. En niet alleen maar qua eten, maar geestelijke voeding of aandacht. Of je zou dat allemaal als vormen van voeding kunnen duiden. Dus dat is het eerste dingetje. Het ik ben dit of dat. Terwijl feitelijk, en dat is een beetje gerelateerd aan dat lege stoelverhaal. Strikt genomen zijn dingen onpersoonlijk. Dus als we zeggen ik denk of ik voel, bedoelen we eigenlijk, er wordt waargenomen dat er een gedachte verschijnt. Of er wordt waargenomen dat er een gevoel is. En dan kun je nog desnoods hier aan toevoegen, in de zin van in dit organisme. Maar eigenlijk is het onpersoonlijk, maar wij zeggen, ik denk dit of dat, en dan hadden we het gisteren al over, dan is het al gelijk geclaimd. Ja, en het idee alsof jij dat aan het doen bent, terwijl het feitelijk gewoon verschijnt. En bij voelen maken we het nog een stapje bonter, dan zeggen we niet ik voel verdriet, wat een vrij neutrale term nog is. Maar ik voel mij verdrietig, dan heb je twee ik-vormen eigenlijk al in zitten. In dat ik voel verdriet zou je nog kunnen zeggen dat het ik verwijst naar datgene wat het verdriet ziet. Dus dan zou ik een verwijzing naar bewustzijn zijn, maar omdat we die murder in prutsen, wordt het heel persoonlijk. En dat gaat ongemerkt. We doen dat de hele tijd. Dus zowel die claim als die identificatie ermee gebeurt automatisch en het zit heel erg in onze taal. En aangezien taal en denken bijna één op één is, het is lastig te denken zonder taal, weet je wel, bevestigen we onbewust iedere keer het mij, 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 me, me, me. In plaats van een soort openheid waaruit dan zou kunnen blijken dat de hond wel mag blijven komen of niet. En jij als zijnde gewaarzijn, die hecht daar verder weinig belang aan. Maar jij als iemand hecht daar wel belang aan. Waarmee ik overigens niet zeg dat belangen niet mogen. Het is alleen maar een beschrijving van hoe het werkt. Ja, tuurlijk. En daarmee worden dingen meteen spannend. Want wat ik heb, kan ik kwijtraken. Altijd. Sterker nog, ik zal het kwijtraken. Ja, want vroeg of laat geraken. Ja, precies. Of jij valt om. Of bent niet meer in staat om voor de hond te zorgen. En normaliter, als de levensduur normaal loopt, gaat de hond eerder dood dan jij. Dus je gaat het altijd verliezen in die zin. Wat geen reden is om geen hond te nemen natuurlijk. En ook niet geen reden is om niet een traan te laten. Om mensen huilen is vreemd. Dieren, ja, dat is wat anders. Dus ja, belangen en verwachtingen spelen daar een rol in, maar allemaal op de basis van ik ben dit. En dan is dat is een soort samenstelsel van. Ik begin nu wat meer zeg maar, te voelen. Eerst zat ik in die bovenste laag, die verwachtingen, en nu voel ik inderdaad die ik ben. Ja. En daar zit heel erg een verkramping in. Natuurlijk. Die wortel, die kern. En die heeft voor een deel aangeleerde psychologische componenten en voor een deel een heel duidelijke biologische component, want ieder organisme wil gewoon leven, tenzij het te ondraaglijk wordt. En dat, die biologische component is eigenlijk net zo onpersoonlijk als het gewaarzijn, de gewaarzijn component. En die biologische component, dat het lichaam wil overleven, die vind ik nog lastiger. Natuurlijk. In te voelen en omdat het zo automatisch
Sure. Desondanks kun je ervaren wanneer die aankomt. En er is een onderscheid mogelijk, voelend en tastend, tussen de biologische survival click en de psychologische. Dat is net een andere. Ze lijken op elkaar en zijn verbonden, obviously. Maar die psychologische is minder sterk dan die biologische. Dat is heel interessant. Je kunt in totale kalmte, dus zeg maar geestelijke kalmte, zien hoe het lichaam dit doet als er een vrachtwagen aankomt. Of, weet je wel, dan is dit gewoon helemaal stil en het wordt geobserveerd, maar het lichaam wil weg. Soms denk ik ook ergens aan, bijvoorbeeld aan die vrachtwagen, dus er komt een vrachtwagen aan en ik denk aan die vrachtwagen. Is dat dan dezelfde of is die ene dan de psychologische? Nee, dat is een psychologische toevoeging. Want strikt genomen, als er een vrachtwagen aankomt, hoef ik niet te denken, oh jee, er komt een vrachtwagen aan. Nee, dat, soms heb ik het idee dan dat ik niet ergens aan denk, maar dan doet mijn lichaam automatisch dit. Ja, het kan toch een soort beeld zijn of een onbewuste, weet ik niet. Er moet iets zijn ergens, maar we moeten ook niet vergeten dat onze bewuste geest niet overal bij kan. Dus als we onze totaliteit nemen, zeg maar, dan is die bewuste geest dus zo'n stukje. En de rest zijn biologische of onderbewuste of fysieke processen. Ik heb ook weinig greep op hoe mijn hormonen werken. Ik kan wel zo gaan zitten van, kom, doe eens een beetje meer of minder testosteron. Of even dit of dat enzym een beetje aanzetten. Ik denk niet dat het echt veel uithoudt. Of de microben. Hè. Er wordt zelfs wel gezegd dat het gaat helemaal niet om ons. We zijn gewoon voertuigen van micro-organismen. En die laten ons voor zo'n heel klein bandbreedtje in de waan dat wij handelende personen zijn. We zijn gewoon voertuigen van virussen en bacteriën. En ik vind dat een prettige gedachte. Maar zijn er dan niet toch twee? Dus dat bewustzijn en dat lichaam wat zijn eigen leven leidt? Nee, maar er zijn verschillende circuits. Je zou, kijk, als je een hand hebt, dan kun je ook zeggen van ja, er zijn vijf verschillende dingen, toch zeggen bij één hand. Nou, zo heb je in zo'n systeem heb je een bewustzijnscomponent, een biologische, een psychologische, bloedwaardespiegel, whatever. En dat, net als een orkest, dat zijn allemaal verschillende muzikanten, maar het is één stuk. Zo zou je het kunnen zien. Oké, en dan wat jij bent? Is een totaliteit. Inclusief die? Yes, alles. Dus de ene uiterste ook van Advaita is de benadering ik ben alles. De andere uiterste, die hebben we net al gehoord, die is ik ben niets. En die zijn allebei niet onwaar. Omdat je ten diepste niet kan zeggen. En als we die totaliteitsbenadering hebben, dan kunnen we zien dat de lichamelijke aspecten en de daarmee samenhangende gevoels- en mentale aspecten zijn tijdelijk. Net zo, misschien een rare vergelijking, het orkest gaat uit elkaar. Op dat moment klinkt er geen muziek. Maar die symfonie bestaat nog steeds. Hij is alleen onzichtbaar geworden of onmanifest of niet manifest. En iedere keer, ook al is het hetzelfde stuk van Mahler of whatever, is het net een beetje anders. Dat is bij mensen ook zo, weet je wel. Het is eigenlijk iedere keer hetzelfde symfonietje, maar het is altijd net even anders. Niet heel erg anders. Zoals wij graag denken. Maar wel net anders. Is die microfoon er helemaal mee opgehouden? Ja, oké, gooi je maar dan. Alright. Cecile? Een transgender die wordt dan geboren met een lichaam, maar die kiest ervoor dat het niet zijn lichaam is. Wat komt er dan vandaan? Ja, misschien is de symfonie niet passend. Ja, maar waar komt de symfonie dan? Zomaar. Ik vind het helemaal niet zo gek, want
als ik naar de dingen kijk, dan heb ik de indruk dat alle variaties zo'n beetje geprobeerd worden. En als je naar mensen kijkt, van wij denken graag heel binair in bijvoorbeeld hetero-homo. Maar ik heb me laten vertellen dat iedereen ergens op en ook nog een keer bewegende schaal tussen die twee polen zit. Nou, dat gaat meestal goed. In de zin dat het past bij het geslacht wat er dan is, ja, soms niet. En zelfs pedofielen worden zo. Ja, uiteraard. Ja. Niemand besluit op zijn achtste, ik word later lekker pedofiel. Nee. Ik kan me heel goed voorstellen dat als jij 8 bent en dan ben je gek op iemand die 8 is. Bij sommigen gaat dat gek zijn op iemand die 8 is niet over. I get that. Of je tegen iemands zin dingen moet gaan doen, lijkt me geen goed plan. In welke situatie dan ook. Maar ik zal nooit de neiging hebben, iemand die van kleine kinderen houdt, omdat dat nooit is opgegroeid in hem, om die te gaan haten. Wat kan hij er dan doen? Hij heeft er waarschijnlijk meer last van dan ik. Je vraagt je af hoe het kan. Gewoon omdat het kan. Dingen die kunnen, hebben de neiging te gebeuren. En over het algemeen, in de zin van natuurlijke selectie enzovoorts, worden er een aantal dingen uitgefilterd. Dus van dit of dat gebeurt het maar weinig. Weet je wel, maar basically anything goes. Ja, want waarom raakt de ene paniek in de auto en de andere niet onder dezelfde stap? Ja, zeker. Dat is dus maar net hoe die hele compositie in elkaar zit. En de ene is hier bang voor en de andere is daar bang voor. Maar het onderliggende is altijd, ik ben dit of dat. Want je zou je kunnen voorstellen dat op het moment dat iemand ontwaakt, het helemaal geen reet meer uitmaakt, mannelijk lichaam, vrouwelijk lichaam, who gives a fuck. Weet je wel, dat is net zoiets als een Opel of een Ford. Ja, het is allebei een auto. Het hele ding is bedoeld om van A naar B te komen. Ik ben dat niet. Dus vanuit dat perspectief is al die heisa bizar. Vanuit een geïdentificeerd perspectief kan ik het goed begrijpen en lijkt het me heel ongemakkelijk als je de hele tijd het idee hebt dat er dingen op zitten die er niet op moeten of dingen ontbreken of weet ik wat. Ja, die gedachte aan het verzetten. Ja, zeker. En soms komt daar nog iets bij van er zijn soms ook andere issues en dan wordt er gedacht dat dat door de boel om te bouwen dat die psychologische issues daarmee weggaan. Ja, sorry. Meestal niet. Soms wel. Soms blijkt dat het enige ding te zijn. Nou, oké, okay, good for you. Maar zou je dan ook kunnen zeggen, als iemand die vindt dat hij in het verkeerde lijf geboren is, en die zou dan onderweg ergens wakker worden, dat hij dan vervolgens, dat, laat hij dat dan varen? Of? Dat kan je niet zeggen van tevoren. De ene zal het laten varen en de andere gaat er gewoon lekker mee door. En bij de een zal overwegen, nou, het traject is ingezet. Ach, what the fuck, we gaan eens gewoon eens kijken, weet je wel. Ik ben nou 40 jaar mannetje geweest. Kijken wat er gebeurt, leuk. En de ander zal denken van, oh, ik ben het lichaam niet, dus what the fuck. En die cancelt de operatie. Of de hormoontreatment of whatever. Dat kun je nooit zeggen, dat is het leuke. De ene slager die wakker wordt, die kapt er meteen mee, want die wil geen dieren meer ombrengen. En de ander denkt van, ja, alles is bewustzijn, chop off. Of die heeft zoiets van, ja, als ik wat van biologie lees, 99% van alles wat ooit heeft rondgekropen is uitgestorven. Dus uitsterving is de norm. Kom maar door met die varkens. Of mensen, kunnen we er ook doormalen, niemand merkt het. Schijnt als varken te smaken, las ik ergens. In een bepaalde stam aten ze dus af en toe mensen en dat noemden ze lange varkens. We eten lang varken vandaag. Oh, lekker. Wel goed garen. Hè? Ja, schijnt niet meer te mogen, ik vind het jammer. Mocht het nog voedselproblematiek zijn, je zou zeggen met 7,5 miljard mensen. Vooral de jonkies pakken, die zijn minder taai. Wat nou honger?
Kom op, er is altijd iemand in de buurt. Hans, ik wil het even zonder. Nou, ik was net zo lekker bezig. Ja. Ik ben waardelijk te vermaken. Nou, vooruit dan maar. Ik kan niet wachten. Bijna. ja, nee, ik koos over dit moment. Ik zit hier gewoon heel in een kamp. En het is net alsof ik er niet ben. Onzin. Oh, oké. Maar ik ben blij dat je het woord net alsof gebruikt. Dus gewoon even meekijken, dat is heel leuk. Ja. Er is gewaarzijn en dat gewaarzijn dat ziet heel goed dat die geest een beetje zo... Dus de geest is er niet helemaal bij en die is een beetje... En trouwens, nou wordt het al wel anders. Het is altijd... De kleine misvatting om ik te zeggen tegen de body-mind. Als dan geldt, oh ik ben er niet bij en het begint allemaal vaag te worden en ik weet niet, ik zit in een kramp. Nee, jij, bewustzijn, zit nooit in een kramp. Jij, bewustzijn, neemt waar dat de body-mind in een of andere een beetje unsettling mode is. Oké, maar strikt genomen is het een waarneming. Ik, bewustzijn, neem waar dat de body-mind is een beetje... Beetje raar. Waarbij raar alleen betekent afwijkend van hoe het meestal is. Er is verder niks aan de hand. Oké. Okay. Ja. Ik knap die body mind meteen op. Als het binnenkomt, anders niet, hè? Anders raakt hij helemaal fucked up. Dat is ook geestig, voor mij dan. Ik denk het niet. En een andere vraag, het psychologische stuk, in welke mate hangt dat samen met het DNA? Met wat? Met het DNA. Nou, ik ben pas net een beetje evolutiebiologie aan het lezen. DNA en genen, daar staan we ingewikkeld nog. Dus daar durf ik geen uitspraak over te doen. I don't know. Wat ik wel weet is dat we allemaal het product zijn van miljoenen jaren... Kruipende, vliegende en zwemmende beestjes. Waarbij het niet zo is dat de mens gemaakt is als doel of hoogtepunt, maar gewoon als een vertakking. Had net zo goed niet kunnen gebeuren en ook wij zullen uitsterven, hoe dan ook. Zelfs als we het klimaat proberen te redden. Dus even los van DNA, want dat is te technisch en daar weet je te weinig van. Maar je kunt wel zeggen dat de ene meer aanleg heeft voor dit en de ander voor dat. Waarbij een deel erfelijk is en een deel cultureel. Dus ik vind het al bizar als de vraag opkomt van is het nu nature of nurture? Iedere idioot met twee hersencellen kan snappen dat het een samenwerking is. Het is allebei. Einde discussie, maar daar zijn we nog 80 jaar over bezig. Jesus Christ. Ik heb de fantastische aangeboren en cultureel geoefende genenpakket om van alcohol te houden. Dus als ik met mijn gang liet gaan, heb ik al eerder geroepen en zo op de hele dag. Maar, dat doe ik niet. Want dat functioneert toch minder. Zit je in de ronde stad van te geven? Ja, dat is best leuk, dat gaat het niet om. Dat is veel leuker eigenlijk. Maar het is gewoon niet zo handig. En het drinken aan zich is wel prettig, maar de bijeffecten, weet je wel. Dat is toch minder, dus ik ga daar verstandig mee om.
Maar waren er net een paar dingetjes anders gegaan in dit leventje, dan had hij zich mogelijkerwijs doodgezopen. Die kans zit er eigenlijk heel dik in. Als er niet iets gedraaid was op een gegeven moment, dan is dat zeer waarschijnlijk. Dus er kunnen wel, kan wel aanleg zijn, wil ik zeggen, maar een aanleg is nog geen gegarandeerde uitkomst. Er zijn miljoenen factoren die invloed hebben op onze symfonie, zal ik maar zeggen, en hoe die eruit komt te zien voor die klank. En of die al dan niet door een orkest, een jazzband of een metalgroep wordt uitgevoerd. Lichte voorkeur voor een jazz of metal. Ik werd geraakt door dat verhaal over die angst in die auto. Mm. En jaren geleden, op een gegeven moment, zat ik thuis en ineens voelde ik alsof die de stilte overnam, of iets voor, op dat moment ervoer ik het als iets heel groots, alsof het overnam en ik ineens voelde ik enorm die kramp, de angst opkomen van oh nee, dit gaat overnemen. Ja. En dat werd getriggerd door het verhaal van als er een vrachtwagen op je afkomt, want dan voel je ook dat je aan je buikspieren echt scherp staan. De energie van die auto. Ik heb het ook als er een vrachtwagen heel dicht voorbij dendert, als ik rijd, bedoel. Maar op dat moment dat het helemaal over wilde nemen, voelde ik een enorme angst en voelde ik ook van ik ga nu denken. Ik ga maar heel veel denken, want dan gaat dit over. Mm. En toen voelde ik ook dat het weg ebbde. Sure. En jaren later nam het zo snel over dat er geen angst meer tussen kon komen. Mm-hmm. Dus het nam over en er was de vrijheid van het ik en de vrijheid van tijd. Er was geen tijd, geen ik, er was alleen maar zijn. En dat ken je eigenlijk, je kent het. Maar als die angst er nog tussen zit, dan denk je dat je het niet kent. Ja. En dan kijk je 180 graden anders tegen de dingen aan. Want je kijkt vanuit, hé, maar dat bestaat eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar die angst zit ertussen. Ja, dus zeker. Dat is het. Daarom is het vaak zo dat dit soort dingen, als het zich al wil aandienen, een aantal keren moet gebeuren. Doordat het als het ware de bypass vindt langs die angst. Dus ja. Of zo snel of zo intens. Ja. Dat je gewoon geen gelegenheid hebt om door angst afgeleid te raken. Ja, en daar kun je niks aan doen, want dat gebeurt gewoon. Of ja. Ja, toen was er niet van een moment. Ja. Wat is die angst die er tussen komt dan? De weerstand tegen het niet zijn. Het ik wil niet zijn. Nou is het ook een godsganse tijd mee bezig, vandaar dat ik vaak roep van dat ik mensen niet geloof als ze zeggen ik wil alleen maar zijn. Want niets uit hun gedrag wijst daarop. Dus dat denken ze wel, maar het is gewoon niet waar. Je wil niet gewoon maar zijn, je wil iemand zijn. Je wil iets zijn en dat is geen beschuldiging. Maar zo leven we gewoon. Je wil iets zijn, je wil iets voorstellen, je wil iets betekenen, je wil iets krijgen. En dat wordt in dat inzicht of die ervaring gewoon totaal aan de kant geveegd en als ongeldig geduid. Dus wat de meeste mensen willen is wel een beetje meer rust en een beetje meer ruimte. Maar het moet wel begrensd blijven en benoembaar tot mijzelf. Maar als die begrenzing uitvalt, dan is er geen middelpunt, geen omtrek, geen betekenis, geen tijd, geen voor, geen achter. De kleren zo, die valt uit elkaar. That's no fun. Sommige mensen die dat zo'n aanraking krijgen, worden niet wakker, maar psychotisch. Dus geheel zonder risico is het ook niet.
Het systeem, heb ik daarom al vaker gezegd, moet stevig genoeg in elkaar zitten om uit elkaar te kunnen vallen. Als het een heel labiel vlechtwerk is en het valt uit elkaar, dan krijg je allemaal van die los dwarrelende stukken en dan wordt iemand, nou, wij noemen hem dan gek. Dan ben je ook out of your mind, maar dan net de verkeerde kant op. Mm-hmm. Nou, dat wordt gevoeld in die kern van je niet bestaande zelfje. Van als dit gebeurt, dan word ik knettergek of dan ga ik dood. Ja, dat zijn opties. Maar meestal betekent als we doodgaan, is alleen maar dat het ego sterft en niet het lichaam. Maar de kans op ik word gek, ja, die is er. In twee betekenissen, dus in de psychotische zin. Of gek in de zin van dat je vanaf daarna tot een andere soort behoort. Ik voel heel vaak dat ik die kant dan op ga. En dan gebeurt iets in mij, en angst, en dan sta ik helemaal stokzijde. Ja, zo werkt het. Precies, je kunt, als het wat tijd neemt, zo'n ervaring, dan kun je voelen dat het een soort vooruit. En dan tot hier mag het, en niet verder. Ja. En dan klapt hij weer gewoon helemaal, en dan ben je echt op dat moment super ek. En dan gaat je, gelukkig, dat is afgewend. Maar slag weer een beetje kalmer, dan ben je weer. Nee, wat je daarvoor al was. Een iemand. Die net ontsnapt is aan een schitterend ongeluk. Nee, maar als je dan gisteren zei dat sowieso uit. En dat voel ik dan. En daar in één keer komt dan die stap. Ja. Yes. Want dat lijkt net of je helemaal uit elkaar. Yes. Dat jij alle kanten van de kamer bent. Dat je niet meer. Universum? Ja. Dus dat is leuk, als dat er gebeurt, om gewoon ervoelend bij te proberen te zijn. Dus niet proberen dat het uit elkaar spat, niet proberen het tegen te houden, kijken of je het gewoon kan ervaren. Of je die grens kan doen. En wat ik doe is, ik doe iets met mijn hoofd, ik ga het bekijken met mijn hoofd. Ja, waar ga ik voelen naartoe? Gewoon voelen. Dat is interessant. Ja. Tenminste, een herinnering. Ja, maar. Ja. Ik schrok me de eerste keren dat dit optrad ook het laatste was. En toen nam iets anders het over, namelijk interesse. En die schoot eerst even door. Toen wilde die het gaan doen. Nee, dat kan natuurlijk helemaal niet gek. Sure. Maar er was wel iets wakker geworden in de zin van. Als het dan weer dreigde te gebeuren, dat er gewoon een interesse was om die uitdaging te voelen. En het voelen oplossen, zeg maar, van die begrenzing. Want op het moment dat het weg is, is ook degene die dat zit te voelen weg, obviously. En ik vond het fantastisch. Of ja, ik kan niet zeggen, ik vond het fantastisch, want ik was daar niet. Maar toch was het fantastisch. En dat ding vond ik ook fijn. Wonderlijk genoeg. Daarvoor dus niet. Daarvoor was het. Weet je wel, en daarna was het. Ja, ik ben dan heel vaak zeg maar, op dat punt gekomen en dan lijkt het net of ik van een rots afdonder. Maar als ik er eenmaal in dooradem, dan lijkt die rots er nooit te zijn geweest. Ja, dat is ook zo. En, maar als ik er weer voor zit, dan lijkt het net of het de echte is. Ja, en dan zit ik erachter, ik noem het maar even erachter, dan lijkt het ook. Het is heel apart. Het is de nachtmerrieachtige vrees van een wit konijntje. Kleine verwijzing naar Monty Python. Ja. Cultuurbarbaren. The Tale of Sir Lancelot. One day, lad, all this will be yours. What, the curtains? No, not the curtains, lad. All that you can see stretched out over the hills and valleys of this land. That'll be your kingdom, lad. But mother. Father, lad, father. But father, I don't want any of that. Listen, lad. Toen je daarover sprak, keek zijn die twee woorden die wordt al geschreven, control and surrender. Als je leeft vanuit controle, dan zal er angst staan. Zeker. Mijn eigen ervaring is dat
angst eigenlijk altijd door het denken wordt opgeworpen. Uit de angst om controle te verliezen, blaast het op en zegt, oh nee, niet dat, niet dit en dat, maak het groter. Dat is puur het denken wat dat doet. Dat werkt die bal van angst op. Ik ben het hier niet mee eens. Nee? Nee. Wel dat denken de boel opblaast, maar het begint niet met een gedachte, het begint met een emotionele reactie. Als ik totaal niet bang ben, dan kan ik denken wat ik wil, maar ik ga niet bang worden. Maar als ik een klein beetje bang ben en ik ga dan denken, dan kan ik het opblazen. Maar het moet er eerst zijn. En Ramana, het verhaal gaat, dat hij dan gewoon een beetje zo ergens zat. En dan kwam er een cobra aan en iedereen die was bang, maar hij voelde niks. En die cobra die droop ze over zijn been heen en aan de hand zei hij van, goh, dat was lekker cool. Maar er kwam geen enkele gevoelsreactie en dus geen gedachte op. Alleen maar het observeren van dat beest wat over mijn kroop. Dus als het emotioneel leeg is of stil in een moment, je kunt denken wat je wil, maar nothing will happen. Overigens, in dit dingetje zijn het allebei neutrale termen. Deze benadering waar Ino mee kwam. Controle is soms goed. Oh, angst is ook heel functioneel. Nee. Los van angst. Controle. Ja. Als ik een sound wil maken op een synthesizer, dan moet ik weten hoe dat ding werkt. Ik ben niet bang om de verkeerde sound te maken, ik zoek de goede. Dan heb ik controls, letterlijk. Knoppen zijn controls. Om de sound te maken die ik hebben wil, dan komt geen angst bij kijken. Dus dat is heel nuttig. Hm. Als ik een lekkend dak heb, hoef ik niet bang te zijn. Maar als ik in control ben, krijg ik de dakpannen op de goede plek, zodat het niet meer lekt. Dus in die technische zin bedoelde ik dit. Dus niet de control freak, die obviously scared shitless is, want anders zou die zo niet zijn. Maar het ging hier om het de helderheid te hebben. Wanneer ik handelend, controlerend moet optreden, dus bijvoorbeeld een kind op tijd bij de hand pakken, anders wordt het plat gereden, is een act of control. I'm controlling the kid. Snap je? Dus ik bedoelde dit hier als dat totaal neutrale term. En als we dus helder genoeg zijn, kunnen we zien wanneer we controle moeten uitoefenen en wanneer we surrender moeten plaats laten vinden. Dit laat ik over aan een ander bijvoorbeeld. Of ik zie nu gewoon dat dit been is zo kapot, daar is niets meer aan te doen. Oké, dan is er aanvaarding. En dan hou ik dus op met een goed been te willen hebben. En is dus daarmee het probleem weg. Het loopt behoort, maar ik ben uit de probleemzone. Dus daar ging mij net om. Maar uiteraard heb je gelijk, want als je altijd maar controle wil, dat gaat inderdaad niet zonder angst. En het gaat bakken ellende leiden. Fysiek zelfs, als je heel lang nadenkt, of als je heel lang de vuist zo houdt, dan gaat hij heel langzaam open naar de loop van tijd. Ja. En zo is het als je alleen maar denkt, dan, ja, dan raak je kwijt wat die stilte is. Ja, ja en je hebt dus twee vormen van surrender, en waar Ino op wees, was dat voor hem het een active word is. Dus als je heel lang dit doet, op een gegeven moment hou je het gewoon niet meer vol en gaat hij open. Dat is passieve overgave. Maar er kan ook een intelligentie in je zijn, dat je bent ergens over aan het nadenken en op een gegeven moment merk je op, ik kan hier nog een uur over nadenken. En het gaat niks oplossen. En dan laat je het vallen. Dat is wat hij bedoelt. I like that. En dat is ook wat ik merk. Als er dingen zijn in mijn leventje, dat gebeurt niet zo heel vaak, want zo spannend is het allemaal niet, maar die ik niet snap of waar ik niet van weet wat ik ermee moet, is er niet vaak de neiging om erover na te denken, maar eerder een uitzoomen. Want dat ding heeft geleerd dat hij dan uit de belangensfeer is en dan kan hij veel beter zien waar wat ligt en wat eventueel van mij gevraagd wordt. Terwijl als ik in de control modus, dus I have to figure this out, modus gaan zitten, weet ik dat ik gewoon alleen maar twee lijstjes heb. Eentje met plussen en één met minnen. En die kan ik uitwisselen. Dan kom ik er niet. Ik moet eerst overzicht hebben. Dus dan is het, zou je kunnen zeggen, een act of surrender. En dan gaat de boel gewoon open en het kalmeert.
En dan na een tijdje valt er iets in het veld op. Van, oh, wacht even, daar ligt de sleutel. En dan kan ik weer in handelen, of zo je wil in deze context, controle overgaan. Er moet dit gebeuren. Dat kon ik vroeger niet. Ik kon alleen maar wekenlang over hetzelfde issue doormalen. En dan was er alleen passive surrender in de zin van dat je zo uitgeput raakt dat je gewoon, of je loste het op een actieve manier op wat veel deze beweging. En maar dan van die lang. Dan ontspande het ook soort van, maar als dat effect weer uitgewerkt was, dan. Dus ik was totaal machteloos, hè. We hadden gisteren ook over de term macht, om echt effectief te denken aan de ene kant, dus een effectieve control uit te voeren, of een active surrender. Ik was totaal overgeleverd aan de emotioneel-mentale brein. Nu zie ik dat dit systeem, anders functioneert. That's great. Dan zou je regelmatig angst hebben. De hele tijd, voor mijn gevoel, dat kan niet. Maar ik had het idee dat er 10 jaar lang alleen maar een soort haunting, pending, doom, ellende, alles is fucked up en ik deug niet, .nl. Dus ja, it was pretty bad. Ja, alles draaide op angst. Wij hadden jou in die jaren een hand gegund. Ja. Ja. Nou ja, daarom heb ik wel eens geroepen, maar goed, dingen lopen zoals ze gaan, van waarom heeft niemand me iets verteld toen ik 14 of 16 was en die ellende steeds dramatische vormen begon aan te nemen. Maar het ging niet veel verder dan ach jochie toch en denk aan je toekomst. En voor mij was toekomst een zwart gat met tanden. Meer ellende en dan nog erger dan wat er nu al was, weet je wel. Dus ja, moet je vooral over toekomst beginnen. Maar hadden ze jou iets kunnen vertellen? Dat is maar de vraag, Jan. Ik heb geen idee, maar ze hebben het niet gedaan in de groep. Ik wil nog even terugkomen op. Ik heb de afgelopen weken onderzoek gedaan. Ik kwam uit bij een ondraaglijke kwetsbaarheid, aan de ene kant. Aan de andere kant een enorme woede. Ja, gaan meestal samen, ja. Gaan die meestal samen, want het lijkt net alsof het elkaar niet verdraagt. Ja, het is of het een of het ander. Ja, het is, ja precies. Maar de kwetsbaarheid voelt fundamenteel. Maar die kwetsbaarheid is bijna niet te verdragen. Bijna? Bijna, ja. Wel dus. Ja, wel dus, inderdaad. Maar het is alsof je dus totaal, in totale openheid bent en alles kan je raken. Ja. Yes. En nou ja, dat lijkt dus ondraaglijk. Ja, lijkt. Ja. Alsof. Ja. Bijna niet dus. Ja. Dus dat is de gelegenheid, zo kunnen we het zien, die we krijgen om kwetsbaarheid te onderzoeken. Ja, dus wederom wat ik gisteren al zei, want het is geen probleem, het is een mogelijkheid. Ja, nou ja, dat ik zie nu dat het een soort onderzoekproject is. En op het moment hè, dat we af zijn van het ideetje dat het eigenlijk niet kan, blijkt het al de helft minder erg. Ja, ja. Dat het niet kan. Ja, dat je het niet aan kan. Dat je niet aan kan. Dus weet je wel, dan heb je weer dat witte konijn, dat lijkt zo groot, en van die klauwen en tanden te hebben. En op het moment dat je denkt van, ja, maar wacht even, het is wel lastig om ermee om te gaan, maar het kan wel. Dan krimpt hij al en die tanden liggen los op de grond al. Er zitten nog 2 nagels aan, dat is alles. En op het moment dat je gaat voelen, krimpt hij nog verder. En uiteindelijk blijkt hij gewoon niet te bestaan. Het was een kleine emotionele overdrijving eigenlijk. Ja, ja, ja. Want weet je wat ook het leuke is? Als je kwetsbaarheid tot zijn uiterste neemt, dan is het gewoon openheid. En de openheid kan niet geraakt worden. Ik ben zo open dat alles me raakt. Ja, nog wat meer open zijn. Dan kan namelijk alles er doorheen en probeer lucht maar eens te raken. Ja. Nee. Het andere is wat ik dacht is toen je het had over
dat je dus niet gelukkig mag zijn. Toen dacht ik, ja, de vorige keer heb ik gezegd dat ik gelukkig was. Maar het is alsof dat dus dat niet te lang mag duren. Ja, jawel. En dan heb ik toch weer een probleem. Yes. Waar ik me op vast toe kan pinnen. Ja, je was ook asociaal, je was al maanden gelukkig aan het leven. Ja, dat zeg, kom op, dat kan niet. Dat mag niet. Weet je wel hoeveel lijden er is in de wereld, joh. Je moet ook... Nou ja, het was voor mij ook een beetje, nou ja, surrealistisch veel woord veel christen, maar dat, alsof het niet kon bestaan. Ja, precies. Ja. In de tranendal. Ja, en ik herkende mezelf ook helemaal niet meer. Nee. Ik had er ook last van. Ik denk van, waar is die bak ellende toch gebleven? Ja, precies. Die kende ik tenminste. Oké, maar goed, we gaan verder met de openheid. Yes. Ja. Zullen we even koffie doen? Ja, doen we. Goed idee, zeg.